Deelnemer Titi Brommersprint zwaar gewond. 10-jarige Jasmijn wandelt met burgemeester van Emmen geld bij elkaar tegen kanker. Titi-liefhebber zoekt luisteraars voor zijn Titi-hits. Een deelnemer aan de Titi Brommersprint is zwaar gewond geraakt. Bij het evenement aan de vaart in Assen stonden duizenden toeschouwers. Het ongeluk gebeurde vlak voor hun ogen. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie verzocht het publiek het evenement te verlaten. Even later werd de hele Titi Brommersprint afgelast. De organisatie roept bezoekers die nare dingen hebben gezien op om contact te zoeken met slachtofferhulp. De zwaargewonde deelnemer is met spoed in een ambulance afgevoerd. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Er moet meer onderzoek naar kanker worden gedaan zodat iedereen het kan overleven. En dat gebeurt tijdens het Walk and Dance to Fight Cancer evenement. De 10-jarige Jasmijn Nijhuis staat vandaag aan de start met burgemeester Erik van Oosterhout. Jasmijn kreeg op 8-jarige leeftijd botkanker en doet nu als ambassadeur mee aan het evenement. Ze is nog niet helemaal hersteld, maar is op de goede weg. Ik heb met fysio geoefend. Ik heb laatst 2 kilometer gelopen zonder te rusten. Daarna moest ik wel huilen omdat ik wou stoppen, maar ik mocht niet stoppen. En hoe ver ga je vandaag wandelen dan? 5 kilometer. Maar niet 5 kilometer, want ik heb ook nog mijn step die daar staat. En voor als ik moe ben, dan ja, kan ik steppen. Maar je gaat die 5 kilometer afmaken, denk je? Ja, dat weet ik zeker. Ook al kom ik kruipend over de finish. Het is een sponsorloop, dus iedere deelnemer die haalt gewoon zoveel mogelijk geld op. En daarmee sponsor je over het gewoon het goede doel. Dus daarmee is hopelijk een mooi bedrag uiteindelijk gekomen. Jasmijn wordt vandaag ondersteund door de burgemeester. Al een aantal jaar heeft het duo contact. Als je gevraagd wordt door zo'n leuk meisje van 10 jaar, is dat geweldig. Maar ook om haar even een steuntje de rug te geven. En een steuntje de rug voor al die mensen die op een of andere manier te maken hebben gehad met kanker. Wat is nou het allerleukste dan aan het samenlopen met de burgemeester? Hij is vooral grappig. Kijk, als ik met Jasmijn loop, dat gaat vanzelf. Die vrolijkheid die ze uitstraalt, daar kan iedereen wel wat van leren. En we zeggen tegen elkaar, als het even niet meer gaat, maken we een grapje en dan kan het wel weer. Dus Jasmijn geeft mij heel veel energie. Veel deelnemers doen mee om familie of vrienden te steunen. Die hebben vaak wel iets in gedachten ermee of die hebben zelf kanker. En onze ambassadeur die heeft natuurlijk ook kanker gehad. En je ziet gewoon hoeveel strijd zij in zich heeft. En mensen lopen ook echt voor iemand. Dus je hebt gewoon bepaalde groepen die lopen voor iemand. Die halen gewoon zoveel mogelijk geld op. Dat het naar het goed doel gaat vind ik ook heel leuk. Ik weet wat die kinderen en mensen meemaken. Dus dan weet je toch meer waar het heen gaat dan. Die mooie Titi, mooie Titi. Maak kennis met misschien wel een van de kleurrijkste Titi-liefhebbers van Assen. Mooi! Willem Hooman, in de Drentse hoofdstad ook bekend van zijn beletteringswinkel. Ah, je lijkt er wel op. Ja. Voormalig wethouder en als eigenaar van een seksshop. Maar zijn hart gaat toch wel het snelst kloppen van de TT. En dus besloot hij er liedjes over te maken. Al 22 stuks in totaal. 1984 was de eerste, dus dat is 40 jaar geleden. En toen poos hij niks, want dat was ook een beetje toeval. Ja, en dan op een gegeven moment dan komen weer muzikanten en die zeggen, oh, zullen we weer een TT-liedje maken? Hooman, ook wel de rapper genoemd, legt zijn hart en ziel in de nummers. Maar echt gedraaid op radio of rond het circuit worden ze niet. Toen ik vorig jaar eigenlijk mijn beste Titi-liedje die we gemaakt hebben, vond iedereen die zei, nou dit is echt een geweldige hit. Nou, toen probeerde ik dat ding overal te sluiten, maar niemand die draaide hem. Dan kregen ze een e-mailtje van mij en dan zeiden ze, oh die Hooman heeft zeker weer een liedje gemaakt. Ja, dus op een gegeven moment zal het ook wel vervelend geweest zijn dat ik dan iedere keer een Titi-liedje uitbracht. Ja. Maar ik vond het gewoon mooi. Waarom vind je dat zo leuk of belangrijk om te schrijven? Dat weet ik niet, want ik ben ook niet een goede zanger. Ja, ieder mens kan wel zingen, alleen de ene heeft een mooiere zangstem als de ander natuurlijk. Maar die kan wel heel goed de maat houden. De door hem tot muzikale pareltjes bestempelde hits heeft Hooman online gebundeld op een site. Een soort van muzikale Titi-erfenis. En terwijl ik daarmee bezig was, zei ik ook iedere keer, als een liedje was uit Nick die 66, dan zocht ik daar wat afbeelding bij van Nick die 66. En toen zag ik zoveel mooie foto's, oude foto's. Ik dacht, hé, die heb ik allemaal al apart gezet met de informatie die erbij stond. En toen ook in die coronatijd, ja, toen dacht ik van, wat nu? Dus ik ben soms, 80 uur was ik dan in de week bezig met die Titi-historiepagina.
En dat vond ik gewoon geweldig mooi. Mooie Titi. Aan enthousiasme geen gebrek, aan luisteraars dus wel. Breng ik iedere keer, ben ik heel trots. Als Asser inwoner heb ik weer een cd gemaakt. Die breng ik dan netjes heen en dan doen ze er geen donder mee. Dan denk ik, nou. Maar zou het kunnen, Willem, dat het liedje dan misschien, heel misschien, niet zo goed is? Nee, het zijn altijd geweldige nummers die ik uitbreng. En dus gaat hij, met een grote knipoog, stug door. En komt er volgend jaar weer een nieuwe plaat van de band rollen. Ja, volgend jaar dan ga ik sowieso, als ik dan nog leef, dan ga ik weer een Titi-liedje maken. Want dan is het 100 jaar Titi, hè? Dus ja. dan moet ik wel een liedje maken. Wooncollectief Woonstee Assen zit met de handen in het haar. Al jaren zoeken ze een bouwlocatie in de stad voor 50-plussers. Nu een plek is gevonden, ligt de gemeente dwars, want die wil een boerderij terug op de locatie. De visie vanuit de historie snappen we, dat hij zegt een boerderij. Maar als het financieel niet haalbaar is, ja, wat dan? Dan ligt daar 10 jaar braak. Ik vind het echt jammer dat we zo... We zijn Assenaren en dat we op die manier zo het gevoel hebben alsof we tegenover elkaar staan en niet naast elkaar. Woonstee praat komende week opnieuw met de gemeente. Bloemen- en plantenkwekers willen dat de overheid helpt om de biologische teelt verder te ontwikkelen. Ze bieden een petitie aan in de Tweede Kamer. Je ziet dat de teelt van die duurzame planten veel minder belastend is. Zowel voor het milieu als het klimaat. Ja, en dat vinden wij ook een grote meerwaarde, ja, die wel eens uitbetaald mag worden. Burgemeester Marco Oud van Assen is niet te spreken over gemeenten die geen asielzoekers willen opvangen. Voor de 500 asielzoekers die verblijven in de expohal bij het Titi-circuit is daardoor geen andere plek, waardoor Assen de noodopvang opnieuw moest verlengen. Ja, ik vind het eigenlijk beschamend dat er nog steeds gemeenten zijn die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Ja, dan gaat het dan vaak toch over weerstand in de samenleving die er is tegen de asielopvang. En dan is het moeilijk, zeg ik. Ja, maar jij bent bestuurder, daar moet je ook gewoon voor gaan staan. En ja, her en der zie je nu sommige gemeenten een beetje omklappen. Maar ik hoop dat uiteindelijk iedereen meegaat. Het Openbaar Ministerie vervolgt niemand voor het afschieten van de wolf in Wapsen. Een aantal dierenorganisaties deed aangifte tegen betrokkenen, onder wie toenmalig burgemeester Riekes Jager. Maar het OM ziet af van vervolging. Het OM zegt dat de betrokkenen fout hebben gehandeld. Die wolf had niet doodgeschoten mogen worden. Het is een beschermde diersoort. Er was geen acuut gevaar voor mensen. En er is geen deskundige geraadpleegd. Dus het besluit had niet genomen mogen worden om die wolf af te schieten. Maar, zegt het OM, het was een bestuurlijke beslissing. Dus zij genieten strafrechtelijke immuniteit. Dus daarom kan er niet worden overgegaan tot vervolging. De faunabescherming is het hier niet mee eens en gaat toch proberen vervolging af te dwingen. Na een traject van jaren heeft het Drents Museum een nieuw kunstwerk van Vincent van Gogh. Afkomstig van een Canadees echtpaar. Het werk van Vincent komt thuis. En zo voelen we dat en zo menen we dat ook. En ik vind ook dat wij Drenthe daar ook recht op hebben. Want ik ben af en toe een beetje mopper aan. Ik denk, ja, er gaat heel veel gewoon naar de Randstad toe. Hè. Wij moeten soms toch een klein tikje harder lopen hier. Maar dit is ons in ieder geval gelukt. En ik ben super trots en dankbaar op alle partijen die dit hebben gefaciliteerd. Vanavond en vannacht gaat de wind rustig liggen. Het kwik daalt voorzichtig naar een graad of 10. Morgen is de zon weer op dreef en met hier en daar een briesje is het met een graad of 22 een prima dag te noemen. De zon blijft op volle toeren doorgaan, zowel dinsdag als woensdag. Het wordt zelfs zomers met 26 graden op dinsdag en 28 op woensdag. Ook donderdag is het goed warm met 27 graden. In de avond zou er een onweersbui kunnen overtrekken. Dit was Drenthe Nu voor deze zondag. Nog een heel fijne avond en graag tot morgen.